Lenzen in en uitdoen is echt niet moeilijk, als je het eenmaal onder de knie hebt. Misschien is het wel even wennen. Oefen in het begin bewust en regelmatig met de stappen in deze video. Dan wordt het vanzelf een gewoonte en hoef je er straks niet meer bij na te denken. Net zoals tandenpoetsen of autorijden. Was eerst grondig je handen met water en zeep en droog ze af met een pluisvrije doek. Zo voorkom je irritaties of erger. Begin altijd met je rechterlens. Leg je lens eerst op je wijsvinger en controleer de vorm. Is het een mooi halfrond kommetje, dan heb je de lens goed. Zo niet, dan zit deze waarschijnlijk binnenstebuiten. Houd je oog goed open met beide handen. Je onderste ooglidrand trek je omlaag met de middelvinger van je hand waarmee je lens gaat indoen. Plaats de lens rustig in het midden van het oog op het gekleurde deel en knipper niet. Kijk naar beneden en laat het onderste ooglid rustig los. Laat daarna langzaam het bovenooglid los. Knipper dan nog even rustig met je oog. Voel je de lens eigenlijk niet zitten? Dan zit hij goed. Controleer of de lens los op het oog ligt door ermee te schuiven. Neem de lens dan tussen duim en wijsvinger en haal hem voorzichtig uit je oog. Daglenzen kun je dan weggooien. Maandlenzen ga je schoonmaken en bewaren. Leg de lens in de palm van je hand en doe een paar druppels lenzenvloeistof op de lens en op je hand. Wrijf dan met de vinger van je andere hand de lens voorzichtig met een heen en weer gaande beweging schoon. Spoel de lenzen af met dezelfde vloeistof en plaats de lens in de houder. Vul deze iedere dag met schone vloeistof tot de markering. Spoel je lenshouder nooit uit met kraanwater. En gebruik geen zeep of afwasmiddelen. En nog een handige tip, begin je aan een nieuwe fles lenzenvloeistof, vervang dan ook je lenshouder. Zo kun jij optimaal genieten van je lenzen. En heb je toch nog vragen? Onze lensspecialisten staan altijd voor je klaar.